De stakingsactie van honderden medewerkers van Philip Morris in Bergen-op-Zoom lijkt succes te hebben. De medewerkers hebben zich verzameld in zalencentrum Rozenoord. En economieverslaggever Raoul Kartens is daar nu ook. Ja, Raoul, hoezo lijkt er succes geboekt? Nou ja, het doet Philip Morris gewoon pijn, want eigenlijk wordt er toch geen sigaret gemaakt vandaag. Er zijn zoveel mensen die eruit liggen, waardoor de productie niet op gang komt. En er is een uitnodiging gekomen naar de bonden toe van wij willen het formeel overleg weer aangaan. Nou, de bonden hebben gezegd, formeel overleg, stakingen opzeggen, nog even niet. Maar wij komen wel luisteren en dat zal maandag gaan gebeuren. Dus ja, het lijkt een stapje in de richting van misschien een oplossing. En waar gaat het conflict nou precies om? Het gaat eigenlijk plat gezegd om loon. Het personeel wil 3% meer loon. Het bedrijf zegt 1,85% vinden wij zat. Maar belangrijker nog, het gaat ook om een verslechterde pensioenregeling. En de werknemers zeggen, het bedrijf wil dat geld in hun eigen zak steken. Nee, dat is ons geld, ons pensioen. Dat moet gerepareerd worden. Nou, sprak ik jou vanochtend om 7 uur. Toen was het nog niet zo druk. Is het nu al wel een stuk drukker geworden? Het was net heel druk, want de ploeg is hier vanochtend gekomen om in te schrijven. Hebben de toespraken gehoord. Ook Ton Heerts, de voorzitter van FNV, die was er. Kortom, er waren best wel wat bobo's. Dus het was wel druk, maar de mensen zijn nu naar huis. Om 2:30 dan gaan ze weer naar de fabriek om de middagploeg op te vangen. Om die ook te overtuigen van jongens, niet gaan werken. Kom staken, we zijn richting de goede weg aan het gaan, vindt de bond. Ja, nou werd er vanochtend ook een beetje geklaagd over dranghekken die door het bedrijf waren neergezet. Hoe zit dat nou? Ja, nou, het bedrijf vond het nodig om de stakers en de werkwillenden te scheiden om eventueel problemen te voorkomen. Maar ja, deze acties waren vorige week ook al. En de bonden zeggen, er is niks gebeurd. Hooguit iemand even op zijn schouder is geklopt van, joh, kom ook staken. En blijkbaar heeft het bedrijf dat als aanleiding gezien dat er wordt geïntimideerd. Of dat ze in ieder geval problemen willen voorkomen. Maar het had een beetje iets van een risicowedstrijd dat mensen achter dranghekken moesten gaan staan. En personeel is daar eigenlijk helemaal niet blij mee. Zo van, ja, dat was helemaal niet nodig. Een beetje een smetje op acties die verder eigenlijk zonder problemen verlopen. Nou, gelukkig maar. Raoul, bedankt voor nu.